gebeurde echt zoveel dan. Als je daar verkering mee kreeg, dan was het natuurlijk heel wat. Nou ja, dat, dat droomde je als kleine jongen of zo. Ja. Wat is er van haar terechtgekomen? Heeft haar schoonheid haar verder gebracht? Zijn haar dromen uitgekomen? Ik had wel gedacht dat zij actrice zou worden. Ze heeft in de Playboy gestaan. Oh, dat heb ik weer niet gezien. Ze heeft in de Playboy gestaan. Heb je die nog? Ja, ik vond het heel gewaagd. Want waar ik ook ga, waar ik loop of waar ik sta, ik ren mijn schaduw achterna en ik zal het niet verdragen. Je bent en je was het mooiste meisje van de klas. Wat zou je zeggen als je wist dat dit lied voor jou geschreven is, omdat ik jou nog altijd mis. In deze aflevering belanden we in het schilderachtige Bergen, waar van oudsher veel kunstenaars en vermogende ondernemers wonen. Het is een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent, en helemaal als je een opvallende verschijning bent. Op een van de plaatselijke scholen begint ons verhaal. Het is 1978 en aan het Adriaan Roland Holst College in Bergen in Noord-Holland begint voor de leerlingen het derde leerjaar. Het is een zogenaamde vrije school en dat betekent dat de leerlingen de hele schooltijd bij elkaar in dezelfde klas zullen zitten. In die derde klas komt er een nieuw meisje bij. Haar naam is Birke en ze woont bij haar vader met haar broer en zus, omdat haar moeder na een beroerte niet langer voor het gezin kan zorgen. En ze wordt al snel door haar klasgenootjes gezien als het mooiste meisje van de klas. In de jaren die volgen raken de hele school en het dorp in de ban van haar schoonheid. Windsurfen is mega populair in die jaren en het straatbeeld wordt afwisselend bepaald door kleurige haarbanden, ruige hanenkammen en breakdancers. Stock Aitken en Waterman scoren hit na hit met popidolen Kylie Minogue en Rick Astley. Tegen deze achtergrond groeit Birke op. Met haar opvallende verschijning weet ze overal de aandacht te trekken. Zo ook bij haar leraren op de vrije school. Het mooiste meisje van de klas was toch wel Birke, denk ik. Zag er heel leuk uit met allemaal blonde krulletjes en ook een heel vriendelijk kind. Wat ik aan haar altijd heel mooi vond, dat was haar haar. Echt zo van die 11 haartjes die zo zacht golvend naar beneden gingen. Ja, heel mooi. Was dat een bereikbaar meisje? Nou, voor mij in ieder geval niet. Dit is Birke en dit is Francisca. Ze waren gewoon altijd bij elkaar in de buurt en ze konden het gewoon heel goed met elkaar vinden. En misschien ook wel omdat ze allebei aantrekkelijk waren en misschien dezelfde hobby's, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen. Maar je ziet ook op de foto zitten ze bij elkaar en zo waren ze in de klas ook eigenlijk altijd wel bij elkaar in de buurt. Als je Francisca zegt, dan zeg je Birke of andersom. Dus die twee, dat was wel echt niet. Dat waren echt hartsvriendinnen volgens mij. Die deelden echt alles met elkaar. Alle jongens waren wel een beetje, nou ja, allemaal. Want een grote groep die was zeer geïnteresseerd in deze dames. Vanaf de kleuterklas tot aan het eindexamen delen ze lief en leed. Ze hebben een heel hechte vriendschap. Altijd samen en bijna niemand die daartussen kan komen. Ze spreken zelfs af dat ze op hun toekomstige droomhuwelijk elkaars getuigen zullen zijn. Maar wat is de reden dat dat nooit is doorgegaan? Wat is er gebeurd met de mooiste meisjes van de klas? In haar ouderlijk huis bezoek ik Francisca, inmiddels moeder van een 12-jarige tweeling en opnieuw zwanger. Iedere ochtend op weg naar school liep Birke hier langs het huis van haar hartsvriendin Francisca. En dan gooide ze steentjes tegen de slaapkamer aan. Net zo lang tot Francisca wakker werd. Hey, hallo. Francisca van Heuvel. Wat gebeurde er toen dan 's morgens als ze die steentjes tegen je raam? Ja, dan werd ik wakker. Ik lag dan in mijn bed nog steeds. Ja. En als zij die steentjes gooide, werd ik wakker. En dan ging ik snel naar beneden. Want iedereen was hier dan nog in diepe rust. Dat was meestal rond een uurtje of 6:30, 7:00. Zo vroeg? Ja, zo vroeg, ja. En dan ging ze mee naar boven. En dan gingen wij ons klaarmaken voor school. En haren feunen en optutten. En, elke ochtend? Ja. Iedere ochtend. En dat was niet in jullie ouderlijk huis. Mag ik binnenkomen? Ja, kom verder. Of je vond mij leuk of je vond Birke leuk. En Birke was ook jouw beste vriendin? Was mijn beste vriendin, ja. Heel lang. Ik denk wel 14 jaar of zo is ze dat geweest. We waren heel hecht. Wat wel eens
denk ook wel als vervelend ervaren werd. Want je kwam er gewoon niet tussen. Hm. We waren gewoon, werden ook echt gewoon als één geheel gezien. Getoupeerd haar en ruimvallende lappen stof in videoclips dienen als voorbeeld voor de uitgaande jeugd. Birger was altijd wel van het uiterlijk, maar ze was toch ook altijd wel een beetje onzeker, had ik het idee. Ja, niet, volgens mij ook niet snel van het zoenen en meer een beetje van de tease dan van het echt het verder gaan daarin of zo. Dan ontmoet ik Birke, inmiddels 38, voor het eerst in haar ouderlijke woning. Jullie waren aan het teasen en... aan het flirten en... flirten en uiteindelijk... Ja, klopt wel. Ja? Ja. Ja. Birke was de meest populaire in de klas. Maar voor niemand bereikbaar. Nee. Wij waren erg... kieskeurig. Om het zo maar te zeggen. Volgens mij, ik weet niet eigenlijk of zij misschien... of ze heeft ze wel wat met Maarten gehad. Maarten was wel altijd... Heel erg verkikkerd op haar. Waar je ook kijkt, op elke foto zit, ligt of hangt één iemand opvallend vaak tegen Birke aan. Maarten. Oh, daar heb je Maarten Bal. Altijd gezellig bij Birke in de buurt. Ja, ik zie nu weer die schoolfoto en dan komt er weer een beetje boven. Ik zie Maarten Boon, die zit voor, al voor Birke, ook een beetje bij Francisca in de buurt. En Maarten Boon, die vond Birke wel aantrekkelijk. Dus was er altijd zo'n beetje haar begeleider, zou je kunnen zeggen, bijna. Klasgenoot Marieke ziet het nog haarscherp voor zich. Ik denk dat hij heel verliefd op Birke was. En hij wilde altijd naast haar zitten en een arm om haar heen. En nou, Birke vond dat ook heel fijn. Die vlijde zich altijd tegen hem aan. Helaas voor Maarten is er in al die jaren zelfs geen zoen uitgewisseld. Zo dichtbij en dan toch zo onbereikbaar. Dit is de brief van Maarten. Lieve Birke, na 10 jaar bij je in de klas te hebben gezeten, ben ik echt een beetje van je gaan houden. Veel liefst, Maarten. Heb je later ooit nog wel eens gedacht, misschien had ik er toch meer van moeten maken? Nou, er was een tijd dat ik vrijgezel was. En toen wilde ik toch wel heel graag een vriendje. En ik kon het maar niet vinden. En ik weet nog, toen was ik hier in het zomerhuis. Stond ik naar buiten te kijken. En toen denk ik van, ja, Maarten, dat was een optie geweest. Ja, hij is nu tandarts geworden en hij is ook getrouwd met een studiegenoot. En hij vertelde van, ja, Marieke, weet je dat ik nu ook tegenover het huis van Birke woon? Toen zaten we ook allemaal te lachen van, het is er hardop nooit op. Ja, het zou eigenlijk wel leuk zijn als die met elkaar zouden zijn gegaan, maar dat is het, dat is een, op een of andere manier is me dat niet gelukt. Nee. Voor Maarten zelf is het hoofdstuk school afgesloten. Hij wenst niet te reageren. Wat hem niet lukte, lukte een andere jongen uit de klas wel, Camille. Verkering met de onbereikbaar geachte Birke. Ik heb dus een paar briefjes gevonden, wel heel leuk. Eentje van Camille. En dat is... dat was eigenlijk de eerste jongen met wie ik verkering had, überhaupt, mijn hele leven. Maar alleen duurde het maar één dag. Of het nou een dag of een week was, maar ik kan me echt niet herinneren. En dit was het briefje waar een stormachtige liefde mee begon. Lieve Birke, zoals je al wel gemerkt zal hebben, ben ik wel een beetje, nou ja, een beetje gek op jou. Ik weet ook niet hoe je mij vindt. Doeg, veel liefs van Camille. Dat kan ik me nog wel herinneren. Volgens mij heb ik nog wel eens een stapel ergens bij mijn moeder op zolder liggen. Wel leuk. Met recht een eendags vlieg. Waarom? Omdat je het al gezien met hem. Ja, ik weet nog wel, ik geloof dat het zelfs ook met heel flauw, dat we nog een briefje geschreven hebben toen ook nog aan hem van... Er stond, meen ik, iets van op van, nou, ik wil toch geen verkering met je, want ik wil liever verkering met iemand uit het dorp en niet uit de klas. Oh. Punt. Nou, moet ik het toch maar weer uitmaken na die ene dag. Dus dit is het briefje wat ik heb gekregen toen ik het uitmaakte met hem. Dat jij liever iemand uit het dorp wil, vind ik alvast nergens op slaan. Dat betekent dus dat ik niet goed genoeg ben voor jou. Anders zou jij het na één dag niet uitmaken. Van mij mag je meteen deze brief wegdoen. Ik verwacht dat ik antwoord van je krijg. Je weet zeker niet dat ik verliefd ben op jou. Dit zul je ook wel stom vinden.
Het is jammer dat je meteen weer stopte met de verkering. Veel groeten van Camille. Ja, blijkbaar wilde je toch heel graag leuk gevonden worden. In ieder geval wel bij hun in de buurt zijn, ja. Nou, eigenlijk een beetje... een beetje persoonlijk, eerlijk gezegd. Ja, toen kwamen later ook al vrij snel volgens mij de andere jongens uit Berg in beeld bij hun. Ja, toen was het voor ons bekeken toen was het voor de jongens uit de klas. Geen alleenrecht meer. Was het wel gebeurd, ja. Buiten de klas is er flink wat concurrentie. De meiden beginnen het uitgaansleven in Bergen te verkennen. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ze hebben veel aanbidders die hun aandacht op alle mogelijke manieren proberen te trekken. Ze hadden allebei een enorme seksappeal in die klas en op school ook. En ze kleden zich daar ook wel naar. Dus dat was altijd wel een bepaalde uitdaging naar alle jongens. Elke vrijdagavond proberen de meiden hun favoriete kroeg binnen te komen. Je moest ook altijd wel zorgen dat je wat ouder gekleed was, omdat je dan naar binnen kon komen. Dus, en dat Beerk had altijd dan mazzel, want dan kon ze met een zusje mee. En de zusje die kende natuurlijk dan de uitsmijter, dus die kwam er altijd wel in. Dus als ik geluk had, was ik bij hun en dan kon ik ook met hun mee naar binnen. Beerk en Friske die stonden eigenlijk altijd een beetje achteraan met hun billen te draaien en een beetje te showen. En dat jullie zo populair waren, dat bleek ook uit een bepaalde monument, zou je bijna zeggen, op de straat. Hè? Op de straat bij het huis van Beerk. Nou, dat was daar vlak achter inderdaad. Ja? Dat was op de Beemsterlaan. Daar stond dan ook een school waar een aantal jongens op zaten die ons wel leuk vonden. Tussen Francisca mijn huis in, hè, de route daar naartoe. Daar was een MAVO en voor die MAVO was over de hele weg in de breedte. Dat was heel groot Beerke en Franny en met allemaal hartjes eromheen. Daar was vroeger die MAVO. Dat was mijn school hoor. En dan verderop was Beerke school. En hier links om de hoek. Stond op de straat, hier. Een beetje naast die grijze auto. Komt gewoon heel groot Beerke en Franny. Dat is een enorm hart. Over de hele straat. Grote witte kalken letters. Beerke, Franny. En dat is een hart eronder. Nou, zo groot als die als de straat en zo breed als die auto. Met een verf die dus heel goed bleef zitten. Ja. Die heeft er jaren gestaan. Ja, dat is nu dus verdwijnen onder asfaltlaag. Zijn jullie niet vreselijk naast je schoenen gaan lopen? Nee, ik geloof niet. We waren wel nieuwsgierig wie het was natuurlijk. We vonden het ook wel een compliment. Ik heb nooit geweten wie dat nou geschreven heeft. Ik zou echt niet meer weten. Ik heb nog wel een beetje gevraagd hierna wie het had gedaan. Maar ik denk dat ze het niet durven zeggen. Omdat ze dan toch een beetje, ja, gek en dwaas schrijven hun naam op deuren en asfaltwegen of zo. Beerke en Francisca stonden als populairste meisjes voortdurend in de belangstelling van de jongens. Maar er kwam bijna niemand tussen hun vriendschap. Hoe keken de andere meiden naar de populariteit van de twee mooiste meisjes van de klas? Waren ze jaloers of trokken ze zich er niks van aan? Twee andere hartsvriendinnen in de klas zijn Aiga en Odile. Hele andere types dan Birke en Francisca. Zij zitten meer in de alternatieve hoek, beetje punk, new wave. Ze luisteren naar muziek van The Cure en kleden zich daar ook naar. Ik spreek met Odile af in Hartje Bergen. Jullie waren eigenlijk alternatiever, of niet? Ja, ja, eigenlijk wat meer dan ik. Maar ik zat ook al een beetje in die hoek. En waarin kwam dat tot uiting? Ja, wanneer was dat? Ja, waarin? Wat deed je dan? Ja, jullie? Wij gingen meer naar het café en dan de cafékeuze die bepaalde dat natuurlijk ook. Hè. Dat was ook een bepaalde tekening van, de een ging naar Nero in de berg en dat is dan een beetje de kakcafé, heet het al dan. En wij gingen naar Taverne en dat is dan het donkerbruine café waar mensen drugs gebruikten. En waar harde muziek werd gedraaid en we deden wat meer stoute dingen, denk ik. Zoals? En ik. Ja, blowen. Veel blowen graag en als dat even kon. En bier drinken en met jongens veel aan de hand halen. Eigenlijk ook weer wat meer dan ik, moet ik zeggen. Die was wel erg jongensgericht. En we maakten het laat en we gingen dan... Hier, deze omgeving. De kroegen hieromheen, Taverne vooral. Vooral Taverne. En hier op deze graven.
wilden we in de zon ook nog wel eens liggen met een biertje. Met wat, hier? Op de graven? Daar hadden ze die hekken nog niet. Want die hebben ze later geplaatst omdat ze dat misschien wel wilden voorkomen dat dat gebeurde. Maar dat was, ja, dat was heel stoer om hier gewoon natuurlijk te liggen en daar heel uitdagend te doen. Dat wij hebben een beetje scheid aan de wereld. De alternatieve stroming waar Aiga en Odile bij hoorden en het discoleven waar Birke en Franziska zich meer in thuis voelden, stonden natuurlijk haaks op elkaar. Twee gescheiden werelden zonder veel contact. Maar is er dan ook sprake van rivaliteit tussen de meisjes onderling? Als ik naar Birke keek, vond ik altijd afschuwelijk mooi gewoon en sexy. En vond ik haar absoluut wat ik... Dat ik dacht, jeetje, wat is dat fantastisch. En daar had ik heus wel een beetje last van soms. Maar ja, omdat mijn geluk toch meer buiten de klas lag, ja, vond ik het niet erg. In hun stamcafé van toen heeft Odile met hartsvriendin Aiga afgesproken om met mij nog meer herinneringen aan hun school en die tijd op te halen. Een tijd dat een groep jongeren zich luidruchtig afzette tegen de geordende maatschappij. Hallo. Leuk. Een beetje lipstick. De vriendschap tussen deze twee hartsvriendinnen van vroeger heeft altijd stand gehouden. Bediening, hè? Ja. Dat is een fluitje, hoor. Ja, dit is ook goed, hoor. We doen het mee. Ja. Nou, cheers. Ja, op de tv nog maar, hè? Ja. Dat is toch de goede oude tijd. Hoe zag jij eruit vroeger? Nou, anders. Ja, vreselijk. Ik was een echte puber. Ja, zeep erin. Geen gel, want dat ging beter. En dan flink toeperen. Niet toevallig misschien, midden op de foto staan die twee. Ja, die beker staat ook weer beeld gewoon op. Ja. Ja, toch? Vonden jullie ze naar aarde? Ja. Ja. Ja, zeker wel. Sympathiek. Ja. 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 Ze staat alleen niet in onze vriendenkring in die zin, maar... Nee, ik heb denk ik misschien heel, als ik terugdenk, niet heel veel tekst gewisseld over of zo. Dat nee, heb ik. Nee, ja, dat is heel gek. Een heleboel wel, kom ik ook wel eens thuis. Maar bij hun niet. Het gekke is, Aika, dat Birke aan jou hele goede herinneringen heeft. Nou, dat is wel wederzijds. Dus dat is wel weer grappig inderdaad. Snap je hoe dat komt, waar dat vandaan komt? Nou, in 85 is... mijn broer overleden door een motorongeluk. Dus zou een motor kopen, hij was 18. Is tegen de zijkant van de trein. Hij ging een proefrit maken. Hij zat achterop. Hij is tegen de zijkant van de trein geknald. Bij zijdewind. Er waren toen nog geen slagbomen. Dus nou ja, dat was op slag dood eigenlijk. Dus dat, ja, dat was gewoon heel heftig. Want dan zit je echt gewoon midden in je puberteit. En als zoiets dan gebeurt, dan denk je gewoon dat de wereld vergaat. De klas weet moeilijk om te gaan met het verdriet van Aiga. Het is dan Birke die door de situatie met haar zieke moeder de juiste snaar weet te raken. En toen hadden we een keer op een werkweek, ik weet niet, ging het wandelen in het bos of zo. En nou, kreeg ik weer zo'n vlaag. Dus ik zat op een gegeven moment volgens mij ergens in mijn eentje tegen een boom aan te huilen, weet je wel. Ja, ik moest aan mijn broer denken en zo. En ik weet wel, dat kwam er zo'n groepje aan, maar zat Birke dan bij. En ik heb het toen misschien wel zo'n beetje verteld, huilend, of ik wilde eigenlijk niet. Maar Birke was toen heel begaan en dat is me ook altijd bijgebleven. En ik weet nog niet waarom dat was, maar zij snapte het op de een of andere manier. En dat vond ik zo bijzonder. Ik voelde me echt zo gesteund of zo. En dit schrijft ze dan in 86 en het is een paar jaar geleden dat we op werkweek waren. Je had eigenlijk een beetje hetzelfde als mij, met je moeder, je weet wel. Je begreep me en dat troostte me op dat moment heel erg. En dat bracht iets bij me los. Raar, hè? Dat dit zo uit mijn hart komt. Ik wens je veel sterkte. Dus ja, we hadden iets, zonder eigenlijk veel contact te hebben, hadden we toch iets. En zonder veel, met elkaar te praten, met elkaar te schrijven, was er een soort band. Wat schat dat ze bewaard heeft ook zo. Deze heeft ook bewaard. Ja. Dat vind ik heel zoet. Nee. Heel leuk. In het laatste jaar van de vrije school gaat de hele klas op kunstreis naar Italië, naar Florence. Een blonde Birke zet macho Italië op zijn kop.
En daar stond echt letterlijk de wereld stil als zij voorbij kwam. En natuurlijk hebben Italianen dat sowieso, als je vrouw bent. En dan vinden ze dat al helemaal prachtig. Maar als Beerke langs kwam, dan weet je echt, de hele straat draaide om. En van, wauw, wat is dit? Oh, er gebeurde echt zoveel dan. Ik weet niet, had Francisca en Beerke, hadden die daar niet een... Nee. Want wij zijn Italiaans affaire. We gingen daar verder niet uit of zo, volgens mij. We gingen één dag wandelen, dat leek ons nou leuk. Naast al die kunst die ze hadden gezien. En het was toevallig een mooie dag, want we hadden heel veel regen gehad. En toen is Beerke, die is hem gesmeerd. Die had er helemaal geen zin in de wandeling. Dus die is op een gegeven moment uit die bus gestapt en wij gingen allemaal wandelen. En zij is op eigen gelegenheid weer teruggelift naar de camping. Wat voor de Nederlandse jongens geldt, geldt zeker ook voor de Italiaanse jongens. Hun hoofden slaan op hol bij het zien van haar verschijning. Maar het blijft bij kijken totdat Cristiano aan de rand van het zwembad verschijnt. My darling Beerke, how are you? I hope you are well. I will hold you to me and I will remain near you forever. Ciao Cristiano. Guido per il mare luce e tira forte il vento. Cristiano woont nog steeds in Florence. Hij werkt in dienst van een groot vakantieimperium en heeft in die hoedanigheid de hele wereld gezien. Maar zijn herinnering aan Beerke is nog vers. Hij heeft na hun eerste ontmoeting enkele jaren een schrijf- en vakantieliefde met Beerke. Oké, eccomi qua. Ho trovato un po' di foto di. Ho trovato un po' di foto di Beerke. Ancora dell'estate quando ci siamo conosciuti. Ma tanto, tanto! Onder het waakzaam oog van zijn huidige vrouw blikt Cristiano terug. E io ero molto timido e quindi la guardavo solo, la fissavo. Perché bionda, con gli occhi azzurri, capelli lunghi, topless, molto bella, un fisico perfetto. Quindi io solo la guardavo, la fissa. E dopo è venuta lei a parlare con me. Cristiano heeft veel foto's bewaard, maar wij laten ook zien wat er van Beerke geworden is. Ma tanto, tanto bene. Vedi, qui si vede proprio la vera espressione di Beerke. Un'espressione dolce, ha sempre avuto l'espressione dolce. Ah, però... È lei? Sì? Sì. Le curve sono sue. Bella, bella. Ma questa è la copia per me? My darling Beerke, how are you? I hope you are well. I will hold you to me and I will remain near you forever. I will always remember your eyes and your long, long hair. I would like to take your hand and run on the beach only with you. Italy will be wonderful if you will be here. And I'll be the luckiest man of the world. You are and you will be in my memories and in my mind forever. Ciao Cristiano, a big kiss to Beerke. There are some mistakes, but this, I think, is my first letter in English. Franci, che facciamo? Amore mio, vieni qui, Gianluca. Che ci sta riprendendo, beh. Salutiamo, ciao Beerke. Ciao Beerke. Terug in Nederland, waar Beerke haar kijk op het buitenlandse liefdesavontuur geeft. Als ik ook mijn dagboeken lees, denk ik van jeetje. Hoe je dan op vakantie ook, dat we dan zoveel mannen ontmoeten, maar hoe je dan toch er doorheen vaarde om dan weer eens een tijdje met die op te trekken en dan weer met die. Want ja, je krijgt het ook met jaloezie te maken. Als je een stel jongens ontmoet en je gaat leuke dingen doen met die jongens, en twee dagen later ontmoet je een andere groep met jongens en dan ga je met hun dingen doen, dat vindt die ene groep niet leuk. En ja, toch gingen we daar zo, ja, toch goed doorheen. I
Het einde van de schooltijd nadert. Het moment staat voor de deur dat de klas na 12 jaar uit elkaar zal vallen en ieder zijn eigen weg zal gaan. De vriendschap van Aiga en Odile blijft. Maar tussen Birke en Franziska gaat het anders. Ook al dachten ze toentertijd dat hun vriendschap tegen alles bestand zou zijn. En maakten ze samen de mooiste toekomstplannen. Darkness away, yeah. I'm so in love with you. Jullie zouden oorspronkelijk getuigen zijn op elkaars huwelijk. Dat is niet gelukt. Ja, wel. Ach, maar we hebben zulke grote. We hadden ook altijd een huis ergens in Bergen. Wat we dan tegen die tijd dan samen zouden gaan kopen. En dan zou ik in de ene helft en zij in de andere helft gaan wonen. Als we daar langs fietsten, zeiden we van. Jij gaat daar wonen en ik ga hier wonen. Hè, naast elkaar. En onze kinderen kunnen met elkaar spelen. En nou, dat was dus onze droom. En zo ook inderdaad, ja, we moesten natuurlijk getuigen zijn als er getrouwd ging worden. Ja, nou, dat is niet gebeurd uiteindelijk, nee. Eigenlijk waren Franziska en jij enorme hartsvriendinnen. Ja. Daar kwam niks tussen. Nee. En ineens was het afgelopen. Ja. Hoe kon dat? Ja, ik denk toch door de liefde. He, zij was zo verliefd. Eigenlijk op het moment dat ik in de laatste klas... Nou, toen ik 17 was, de man ontmoette waar ik dan ook later mee getrouwd ben. Inmiddels niet meer, maar die ontmoette ik toen. Dat werd mijn vriendje en ik was vreselijk verliefd. En ik heb eigenlijk Birka laten vallen. Laten stikken eigenlijk, als ik dat zo heel cru mag zeggen. Ja. Ja, en ik heb dat gewoon, nou ja, zeggen we als liefde maakt blind. Ik heb dat niet in de gaten gehad. Maar ik wilde gewoon zo graag eigenlijk alleen maar bij de jongen zijn. Dat ik, ja. En dus achteraf is dat wel, heb ik daar ook wel spijt van. Vind ik ook wel jammer dat het zo abrupt is geëindigd. Ja, het is jammer. Ja. Ja. Het is zeker heel abrupt en heel raar. Dat je echt iedere dag samen bent en dan opeens niet meer. Ja. I love to see you, but then again. Zou het iets bijzonders zijn om haar opnieuw te ontmoeten? Dat zou ik heel leuk vinden. Het is ook heel bijzonder hoor, vind ik. Vooral omdat zij natuurlijk door haar carrièreleven heel laat aan kinderen is begonnen. Mijn tweeling is natuurlijk nu al bijna 12. En het is wel heel grappig om je te realiseren dat met zoveel omwegen we nu opeens weer in dezelfde situatie zitten. Met zwangerschappen. Waarom is dit bos zo speciaal voor jullie geweest destijds? Nou, hier hebben we heel veel dingen meegemaakt. En ja, schatten verstoppen, hutten bouwen, crossfietsen. Onze eigen karretjes maken van een onderstel van een kinderwagen. Ja, ja. En ook belangrijke dingen besproken tussen jullie twee? Wat er voorviel in jullie levens toen? Oh, vast wel. Ja? Maar vast wel. En ons eerste sigaretje in het bos. En ook de laatste van mij. Ja, vaak met jongens hier. Oh ja? Spelen. Ja. Oké. Okay. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath. Dan is het tijd om de vriendinnen van Welleer weer bij elkaar te brengen. Hoe lang is het nou precies geleden dat jullie hier voor het laatst met z'n tweeën in dit bos geweest zijn? Nou, zo heel lang geleden. Ik denk rond onze eerste sigaretje. Dus dat is zo'n 20 jaar geleden.
Zeker nog, ja. Zo. Leuk om je te zien. Nou, hè. Lang geleden, hè. Ja. Vooral hier, zeg. Ja. Daar waren we altijd, hè. Ja. Op een plekje. Fietscrossen. Ja. Kaffel. Roken, weet je nog. Ja. We waren ziek, hè. Jij was ziek. Ja, ik was ziek, ja. Ja, maar dat kwam vooral van dat we hadden toch zo'n... Odol. Ja, dat odol, dat dingetje voor de geur, weet je nog. Dat ze het niet zouden ontdekken thuis. Ja. Nou, ik was er ziek van, ja. Ja. En toen had je dropjes gegeten. Ja, ja. Oh, nee. Dat, en toen zeiden we, dat doen we nooit meer. Doen we nooit meer, ja. Goh, twee oude levens, relatief oude herinneringen. En twee inderdaad jongen die eraan komen. Die elkaar ontmoeten nu, ook al weten ze het zelf niet. Nee, nee, dat is ook nog zo. Jullie zijn bij elkaar in de buurt uitgerekend? Nee. 2 maanden later, hè? Ja, ik ben later. Onveelste? Nee, dat scheelt toch niet veel? Nee. Half augustus. Half augustus en jij... Half juni. Ja. Hoe is het nou destijds zo misgelopen tussen jullie? Ja, ik werd verliefd en ik was blind. Dus ik liet alles en iedereen, inclusief Birke... Vallen. Vallen. Plotseling, radicaal. Plotseling. Ja, heb je de spijt van dat het toen zo gegaan is? Dat jij dat toen zo gedaan hebt? Ja, ik heb het ook nog gelezen in mijn dagboek. Want we zouden toen ook misschien nog samen op vakantie gaan. Naar Italië was nog even sprake van. Oh ja, ja. En... nou, dat ging toen niet door. Dus heb ik wel in mijn boek geschreven van... Oh, toen hadden we een klein beetje ruzie, stond erin. En dat ik erg teleurgesteld was. Ja, Oh, nee. Nee. Goed dat jij dat erbij gehouden. Met Francisca ga ik nooit meer uit. Het is in 2,5 maand tijd helemaal over met onze vriendschap. Maar ja, dat andere stuk dat ik schrijf over... Vreselijk, hè? Eigenlijk. Eerst zei Francis dat wij dan wel samen konden gaan 2 weken. Want ze wilde niet dat ik meeging als ze met haar ouders en Peter wegging op reis. Eindelijk wilde ze ook niet met mij weg. Want ze wilde samen met Peter inpakken en zo. Nu hebben we een beetje ruzie. Ik ben heel erg teleurgesteld in haar. Ook dat ik haar bijna nooit meer zie. Ja. Als jullie hier nou staan, komt dan een klein beetje het gevoel van vroeger terug? Ja, toch wel. Ja. Nee. Ja, het is... Het is zo'n groot 10 jaar van je leven. Ja. En vooral, we kwamen hier gewoon heel veel. Dus dat is dan ook iets wat nu een hele... ook een beetje een weemoedig gevoel of zo geeft, weet je wel. Ja. Jeetje, ja. En toen was het zo normaal. Ja. So you fly by. Flash of turquoise blue. Voor Birke wordt Bergen te klein. Ze focust zich op haar universitaire studie en ze slaapt aan het reizen. Wat dachten jullie dat er van Birke zou worden? Ja, ik dacht wel iets van fotomodellen, hoor. Ja. Ja, voor de rest heb ik me niet heel erg mee bezig gehouden, maar ik had wel zoiets van, dat kan haast niet anders. Ik maak hem nou niet zorgen, dat is niet het goede woord, maar ik zou ook wel dat er een handicap kon zijn in het mooi zijn zoals zij was. Weet je, omdat ze zo klein was en zo'n lieve stem en dan zo engelachtig uiterlijk. Ik denk van ja, dat zou het best moeilijk zijn om gewoon serieus genomen te worden en om een baan te krijgen waar ze serieus nemen om wat je doet en niet om hoe je eruit ziet. Ja, dat je dan altijd een soort, dat het bijna eng is voor een baas om jou aan te nemen, omdat dan volgens het bedrijf een slag gaat. Zo, toch. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Ze zijn natuurlijk wel gewoon, en ze had toch ook een beetje zo'n kinderstemmetje. Ja. Heel lang. Ik weet niet hoe het nu is, maar... Heel lief. Ja. Dat was heel lief. We stonden eigenlijk wel stil, dat was zo zoet. Ja. Dus als ze dat... Ja.
Birke komt inderdaad niet op een kantoor te werken en kiest voor een carrière als fotomodel en glamour girl om uiteindelijk door te kunnen breken als actrice. Hoe meer je zeg maar, subtiel wisselt in die houding, maar het is heel mooi dat het gezicht juist die kant op valt. Hij is een soort S-vorm, hij is een mooie lijn. Dus ik dacht van hoe kan ik nou meer aandacht op me vestigen, hè, om toch zo'n rol te krijgen. En nou, toen dacht ik aan de Playboy. Ik voel me er heel goed bij. Ja, ik vond het heel gewaagd. En ik vond het ook eigenlijk niet bij de passen. Ja, ze heeft in de Playboy gestaan. Oh, dat heb ik weer niet gezien. Ze heeft in de Playboy gestaan. Heb je die nog? Nee, die heb ik zelf niet. Oh. Die heb ik zelf niet, maar misschien dat die nog wel ergens ligt. Oké. Okay. Ja, zij stond in de Playboy. Birke die heeft inderdaad in de Playboy gestaan. Dat hebben we natuurlijk, dat was wel een sappig detail. Dat hebben we natuurlijk allemaal wel gehoord. Maar die heb ik nooit gekocht. Nee, joh. Nee, ik ook niet. Ik lees de Playboy kennelijk te onregelmatig. Ja, ik heb hem zeker gekocht. Ik had nog geluk, want hier in Bergen was het overal uitverkocht natuurlijk. Ja. Ik geloof dat de halve klas die Playboy heeft. Oh ja. Heb je erover nagedacht hoe ze erop zou reageren? Mensen uit je omgeving? Ja, niet echt. Ik heb zoiets van, nou ja, dat is mijn keus. Als ze het leuk vinden, vinden ze het leuk. Als ze het niet leuk vinden, ja, pech. Na de fotoreportage probeert ze muzikaal door te breken. En dat uitdagende is gebleven, want je hebt ook een hele uitdagende clip bij een liedje gemaakt. Ja, ja. Ja, die vond ik een beetje te uitdagend. Zij heeft een clipje opgenomen toen. Met I'm Hot. Nou, jullie wel gezien? Nee. Dat heb ik ook niet gezien. Nou, die was wel leuk. Die heb ik nog wel licht. Nou, oké. Okay. Ja, hebben alle jongens hebben dat cd'tje nog wel ergens liggen. Daar heb ik wel wat over gehoord inderdaad ook, maar ik heb hem nooit gezien. Nee, ik weet ook niet wat voor een videoclip het is. Welk genre, wat ze daarin doet. Geen idee. Als je op een gegeven moment een pad ingaat, hè, dan, ja. Dan kan je nog wel een beetje sturen. Maar ja, dan, ja. Maar het valt wel mee. Ja? Ja. Er zitten een paar stukjes in waarvan ik denk van, oh. Maar ook een hele leuke stukjes zitten erin. Ja. Ik schaam me er niet voor. Vervolgens dient ze mee bij het Rad van Fortuin om de opvolgster van Leontien te worden. Je ziet er beeldschoon uit. Ja, nu nog goed de bordjes omdraaien. Ik dacht dat jij een modellen bent. En ze speelt kleine rolletjes in Goudkust en GTST. Leuk. In de vrieskou, in zomerkleding en nog lachen ook. Terwijl je alleen maar kunt klappertanden. Hoe ziet je leven er nu uit? Mooi. Ja. Kan niet beter. En mijn man, dat is ja, mijn liefste, beste man die ik me had kunnen wensen. En nou ben ik erg nieuwsgierig naar deze. En ik heb wel een beetje zoiets van, ik heb zoveel mazzel in mijn leven, zoveel geluk. Ik soms een beetje bang ben van, als het maar nu niet, hè, dat het nu ook nog zo blijft met de volgende. En het geluk blijft Birke goedgezind. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde tweede zoon. Ze woont met haar Amerikaanse man afwisselend in Nederland en Amerika. Vele jongens bracht ze met haar verschijning in verwarring. Maar de meesten kijken daar met plezier op terug. De herinnering aan de schooltijd is vaak de herinnering aan oude liefdes en voorbije vriendschappen. Aan wie je ziel en zaligheid blootgeeft. Eind jaren 80 was zij het mooiste meisje van de klas. Nog steeds heeft Birke dankzij haar uiterlijk werk als model. Was haar schoonheid dus inderdaad een garantie voor succes? Nee, het is een combinatie natuurlijk. Je kan ook je uiterlijk mee hebben, maar als je geen vriendelijk persoon bent, dan weet ik niet of het dan ook zo werkt. Maar voor mij
Ja, ik wens iedereen een warm hart toe. Ik wens niemand kwaad. Dus ik denk dat de combinatie heeft mij ver gebracht. Tenminste, ik heb een prachtig leven. Er gebeurde echt zoveel dan. Maar als je daar verkering mee kreeg, dan was het natuurlijk heel wat. Nou ja, dat... Dat droomde hij als kleine jongen of zo. Ja. Wat is er van haar terechtgekomen? Heeft haar schoonheid haar verder gebracht? Zijn haar dromen uitgekomen? Ik had wel gedacht dat zij actrice zou worden. Ze heeft in de Playboy gestaan. Dat heb ik weer niet gezien. Ze heeft in de Playboy gestaan. Heb je die nog? Ja, ik vond het heel gewaagd. Want waar ik ook ga, waar ik loop of waar ik sta, ik ren mijn schaduw achterna en ik zal het niet verdragen. Je bent en je was. De meisje van de klas. Wat zou je zeggen als je wist dat dit lied voor jou geschreven is? Omdat ik jou nog altijd mis. In deze aflevering belanden we in het schilderachtige Bergen, waar van oudsher veel kunstenaars en vermogende ondernemers wonen. Het is een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent en helemaal als je een opvallende verschijning bent. Op een van de plaatselijke scholen begint ons verhaal. Het is 1978 en aan het Adriaan Roland Holst College in Bergen in Noord-Holland begint voor de leerlingen het derde leerjaar. Het is een zogenaamde vrije school en dat betekent dat de leerlingen de hele schooltijd bij elkaar in dezelfde klas zullen zitten. In die derde klas komt er een nieuw meisje bij. Haar naam is Birke en ze woont bij haar vader met haar broer en zus, omdat haar moeder na een beroerte niet langer voor het gezin kan zorgen. En ze wordt al snel door haar klasgenootjes gezien als het mooiste meisje van de klas. In de jaren die volgen raken de hele school en het dorp in de ban van haar schoonheid. Windsurfen is mega populair in die jaren en het straatbeeld wordt afwisselend bepaald door kleurige haarbanden, ruige hanenkammen en breakdancers. Stock Aitken en Waterman scoren hit na hit met popidolen Kylie Minogue en Rick Astley. Tegen deze achtergrond groeit Birke op. Met haar opvallende verschijning weet ze overal de aandacht te trekken. Zo ook bij haar leraren op de vrije school. Het mooiste meisje van de klas was toch wel Birke, denk ik. Zag er heel leuk uit met allemaal blonde krulletjes en ook een heel vriendelijk kind. Wat ik aan haar altijd heel mooi vond, dat was haar haar. Echt zo van die 11 haartjes die zo zacht golvend naar beneden gingen. Ja, heel mooi. Was dat een bereikbaar meisje? Nou, voor mij in ieder geval niet. Dit is Birke en dit is Francisca. Ze waren gewoon altijd bij elkaar in de buurt en ze konden het gewoon heel goed met elkaar vinden. En misschien ook wel omdat ze allebei aantrekkelijk waren en misschien dezelfde hobby's, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen. Maar je ziet ook op de foto zitten ze bij elkaar en zo waren ze in de klas ook eigenlijk altijd wel bij elkaar in de buurt. Als je Francisca zegt, dan zeg je Birke of andersom. Dus die twee, dat waren echt hartsvriendinnen volgens mij. Die deelden echt alles met elkaar. Alle jongens waren wel een beetje, nou ja, allemaal. Want een grote groep die was zeer geïnteresseerd in deze dames. Vanaf de kleuterklas tot aan het eindexamen delen ze lief en leed. Ze hebben een heel hechte vriendschap. Altijd samen en bijna niemand die daartussen kan komen. Ze spreken zelfs af dat ze op hun toekomstige droomhuwelijk elkaars getuigen zullen zijn. Maar wat is de reden dat dat nooit is doorgegaan? Wat is er gebeurd met de mooiste meisjes van de klas? In haar ouderlijk huis bezoek ik Francisca, inmiddels moeder van een 12-jarige tweeling en opnieuw zwanger. Iedere ochtend op weg naar school liep Birke hier langs het huis van haar hartsvriendin Francisca. En dan gooide ze steentjes tegen de slaapkamer aan. Net zo lang tot Francisca wakker werd. Hey, hallo. Hoi. Francisca van Heuvel. Wat gebeurde er toen dan 's morgens als ze die steentjes tegen je raam? Ja, dan werd ik wakker. Ik lag dan in mijn bed nog steeds en als zij die steentjes gooide, werd ik wakker. En dan ging ik snel naar beneden, want iedereen was hier dan nog in diepe rust. Het was meestal rond een uurtje of 6:30, 7:00. Zo vroeg? Ja, zo vroeg, ja. En dan ging ze mee naar boven en dan gingen wij ons klaarmaken voor school. En haren feunen en optutten. Elke ochtend? Ja, iedere ochtend. En dat was hier in jullie ouderlijk huis. Mag ik binnenkomen? Ja, kom verder.
Of je vond mij leuk, of je vond Beerke leuk. En Beerke was ook jouw beste vriendin? Dat was mijn beste vriendin, ja. Heel lang. Ik denk wel 14 jaar of zo is ze dat geweest. We waren heel hecht. Wat wel eens, denk ook wel als vervelend ervaren werd. Want je kwam er gewoon niet tussen. Hm. We werden ook echt gewoon als één geheel gezien. Getoupeerd haar en ruimvallende lappen stof in videoclips dienen als voorbeeld voor de uitgaande jeugd. Birger was altijd wel van het uiterlijk, maar ze was toch ook altijd wel een beetje onzeker, had ik ja, dat, en, ja. Niet, volgens mij ook niet snel van het zoenen en meer een beetje van de tease dan van het echt het verder gaan daarin of zo. Dan ontmoet ik Birke, inmiddels 38, voor het eerst in haar ouderlijke woning. Jullie waren aan het teasen en... Aan het flirten en... Flirten en uiteindelijk... Ja, klopt wel. Ja? Ja. Ja. Birke was de meest populaire in de klas. Maar voor niemand bereikbaar. Nee. Wij waren erg... kieskeurig. Om het zo maar te zeggen. Volgens mij, ik weet niet eigenlijk of zij misschien... Of ze heeft ze wel wat met Maarten gehad. Maarten was wel altijd... Heel erg verkikkerd op haar. Waar je ook kijkt, op elke foto zit, ligt of hangt één iemand opvallend vaak tegen Birke aan. Maarten. Oh, daar heb je Maarten Boon. Altijd gezellig bij Birke in de buurt. Ja, ik zie nu weer die schoolfoto en dan komt er weer een beetje boven. Ik zie Maarten Boon, die zit voor, pal voor Birke, ook een beetje bij Francisca in de buurt. En Maarten Boon, die vond Birke wel aantrekkelijk. Dus was er altijd zo'n beetje haar begeleider, zou je kunnen zeggen, bijna. Klasgenoot Marieke ziet het nog haarscherp voor zich. Ik denk dat hij heel verliefd op Birke was. En hij wilde altijd naast haar zitten en een arm om haar heen. En nou, Birke vond dat ook heel fijn. Die vleide zich altijd tegen hem aan. Helaas voor Maarten is er in al die jaren zelfs geen zoen uitgewisseld. Zo dichtbij en dan toch zo onbereikbaar. Dit is de brief van Maarten. Lieve Birke, na 10 jaar bij je in de klas te hebben gezeten, ben ik echt een beetje van je gaan houden. Veel liefst, Maarten. Heb je later ook nog wel eens gedacht, misschien had ik er toch meer van moeten maken? Nou, er was een tijd dat ik vrijgezel was. En toen wilde ik toch wel heel graag een vriendje. En ik kon het maar niet vinden. En ik weet nog, toen was ik hier in het zomerhuis. Stond ik naar buiten te kijken. En toen denk ik van, ja, Maarten. Dat was een optie geweest. Ja, hij is nu tandarts geworden en hij is ook getrouwd met een studiegenoot. En hij vertelde van, ja Marieke, weet je dat ik nu ook tegenover het huis van Birke woon. Toen zaten we ook allemaal te lachen van, die zou haar nooit op. Ja, het zou eigenlijk wel leuk zijn als die met elkaar zouden zijn gegaan. Maar dat is het, dat is een, op een of andere manier is het me dat niet gelukt. Nee. Voor Maarten zelf is het hoofdstuk school afgesloten. Hij wenst niet te reageren. Wat hem niet lukte, lukte een andere jongen uit de klas wel. Camille. Verkering met de onbereikbaar geachte Birke. Ik heb dus een paar briefjes gevonden, wel heel leuk. Eentje van Camille. En dat is... dat was eigenlijk de eerste jongen met wie ik verkering had, überhaupt, mijn hele leven. Maar alleen duurde het maar één dag. Of het nou een dag of een week was, maar ik kan me echt niet herinneren. En dit was het briefje waar een stormachtige liefde mee begon. Lieve Birke, zoals je al wel gemerkt zal hebben, ben ik wel een beetje, nou ja, een beetje gek op jou. Ik weet ook niet hoe je mij vindt. Doeg, veel liefs van Camille. Dat kan ik me nog wel herinneren. Volgens mij heb ik nog wel eens een stapel ergens bij mijn moeder op zolder liggen. Wel leuk. Met recht een eendagse vlieg. Waarom? Wat is het al gezien met hem? Ja, ik weet nog wel, ik geloof dat het zelfs ook met heel flauw dat we nog een briefje geschreven hebben toen ook nog aan hem van... Er stond meen ik iets van op van, nou, ik wil toch geen verkering met je, want ik wil liever verkering met iemand uit het dorp en niet uit de klas. Oh. Punt. Ik zei, nou, moet ik het toch maar weer uitmaken na die ene dag. Dus dit is het briefje wat ik heb gekregen toen ik het uitmaakte met hem. Dat jij liever iemand uit het dorp wil, vind ik alvast nergens op slaan.
Dat betekent dus dat ik niet goed genoeg ben voor jou. Anders zou jij het na één dag niet uitmaken. Van mij mag je meteen deze brief wegdoen. Ik verwacht dat ik antwoord van je krijg. Je weet zeker niet dat ik verliefd ben op jou. Dit zul je ook wel stom vinden. Het is jammer dat je meteen weer stopte met de verkering. Veel groeten van Camille. Ja, blijkbaar wilde je toch heel graag leuk gevonden worden. In ieder geval wel bij hun in de buurt zijn, ja. Nou, eigenlijk een beetje... een beetje persoonlijk, eerlijk gezegd. Ja, toen kwamen later ook al vrij snel volgens mij de andere jongens uit Berg in beeld bij hun. Ja, toen was het voor ons bekeken. Toen was het voor de jongens uit de klas. Er was geen alleenrecht meer. Was het wel gebeurd, ja. Buiten de klas is er flink wat concurrentie. De meiden beginnen het uitgaansleven in Bergen te verkennen. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ze hebben veel aanbidders die hun aandacht op alle mogelijke manieren proberen te trekken. Ze hadden allebei een enorme seksappeal in die klas en op school ook. En ze kleden zich daar ook wel naar. Dus dat was altijd wel een bepaalde uitdaging naar alle jongens. Elke vrijdagavond proberen de meiden hun favoriete kroeg binnen te komen. Je moest ook altijd wel zorgen dat je wat ouder gekleed was, omdat je dan naar binnen kon komen. Dus, en dat Beerk had altijd dan mazzel, want dan kon ze met de zusje mee. En de zusje die kende natuurlijk dan de uitsmijter, dus die kwam er altijd wel in. Dus als ik geluk had, was ik bij hun en dan kon ik ook met hun mee naar binnen. Beerk en Franziska die stonden eigenlijk altijd een beetje achteraan met de billen te draaien en een beetje te showen. En dat jullie zo populair waren, dat bleek ook uit een bepaalde... monument zou je bijna zeggen op de straat, hè? Op de straat bij het huis van Birkenburg. Nou, dat was daar vlak achter inderdaad. Ja? Dat was op de Beemsterlaan. Daar stond dan ook een school waar een aantal jongens op zaten die ons wel leuk vonden. Tussen Franziska mijn huis in, hè, de route daar naartoe. Daar was een MAVO en voor die MAVO was over de hele weg, in de breedte, was heel groot Beerke en Franny en met allemaal hartjes eromheen. Daar was vroeger die MAVO. Dat was mijn school hoor. En dan verderop was Beerke school. En hier links om de hoek stond op de straat, hier, een beetje naast die grijze auto, stond gewoon een heel groot Beerke en Franny. Dat is een enorm hart, over de hele straat. Grote witte kalken letters, Birke, Franny, en dat is een hart eronder. Nou, zo groot is die, als de straat en zo breed als die auto. Met een verf die dus heel goed bleef zitten. Ja. Die heeft er jaren gestaan. Ja, dat is nu dus verdwijnen onder asfaltlaag. Zijn jullie niet vreselijk naast je schoenen gaan lopen? Nee, ik geloof niet. We waren wel nieuwsgierig wie het was natuurlijk. We vonden het ook wel een compliment. Ik heb nooit geweten wie dat nou geschreven heeft. Ik zou echt niet meer weten. Ik heb nog wel een beetje gevraagd hierna wie het had gedaan. Maar ik denk dat ze het niet durven zeggen. Omdat ze dan toch een beetje, ja, gek en dwaas schrijven hun naam op deuren en asfaltwegen of zo. Birke en Franziska stonden als populairste meisjes voortdurend in de belangstelling van de jongens. Maar er kwam bijna niemand tussen hun vriendschap. Hoe keken de andere meiden naar de populariteit van de twee mooiste meisjes van de klas? Waren ze jaloers of trokken ze zich er niks van aan? Twee andere hartsvriendinnen in de klas zijn Aiga en Odile. Hele andere types dan Birke en Franziska. Zij zitten meer in de alternatieve hoek, beetje punk, new wave. Ze luisteren naar muziek van The Cure en kleden zich daar ook naar. Ik spreek met Odile af in Hartje Bergen. Jullie waren eigenlijk alternatieven, of niet? Ja, ja. Aiga wat meer dan ik. Maar ik zat ook wel een beetje in die hoek. En waarin kwam dat tot uiting? Ja, wanneer was dat? Ja, waarin? Wat deed je dan? Ja, wij gingen meer naar het café en dan de cafékeuze die bepaalde dat natuurlijk ook. Hè. Dat was ook een bepaalde tekening van, de een ging naar Nero in de berg en dat is dan een beetje de kakcafé heet het al dan. En wij gingen naar Taverne en dat is dan het donkerbruine café waar mensen drugs gebruikten. En waar harde muziek werd gedraaid en we deden wat meer stoute dingen denk ik. Zoals? En ik. Ja, blowen. Veel blowen graag en als dat even kon. En bier drinken en met jongens
ja, veel aan de hand halen. Eigenlijk ook weer wat meer dan ik, moet ik zeggen. Die was wel erg jongensgericht. En ja, we maakten het laat en we gingen dan... Hier, deze omgeving. De kroegen hieromheen, taverne ja, vooral. Vooral taverne. En hier op deze graven wilden we in de zon ook nog wel eens liggen met een biertje. Met wat hier? Op de graven? Dan hadden ze die hekken nog niet. Want die hebben ze later geplaatst omdat ze dat misschien wel wilden voorkomen dat dat gebeurde. Maar dat was, ja, dat was heel stoer om hier gewoon natuurlijk te liggen en daar heel uitdagend te doen. Dat wij, we hebben een beetje scheid aan de wereld. De alternatieve stroming waar Aiga en Odile bij hoorden en het discoleven waar Birke en Francisca zich meer in thuis voelden, stonden natuurlijk haaks op elkaar. Twee gescheiden werelden zonder veel contact. Maar is er dan ook sprake van rivaliteit tussen de meisjes onderling? Als ik naar Birke keek, vond ik altijd afschuwelijk mooi gewoon en sexy. En vond ik haar absoluut wat ik... Dat ik dacht, jeetje, wat is dat fantastisch. En daar had ik heus wel een beetje last van soms. Maar ja, omdat mijn geluk toch meer buiten de klas lag, ja, vond ik het niet erg. In hun stamcafé van toen heeft Odile met hartsvriendin Aiga afgesproken om met mij nog meer herinneringen aan hun school en die tijd op te halen. Een tijd dat een groep jongeren zich luidruchtig afzette tegen de geordende maatschappij. Hey. Hey. Hallo. Even leuk. Ja, een beetje lipstick. Ja. De vriendschap tussen deze twee hartsvriendinnen van vroeger heeft altijd stand gehouden. Verdienen, ja. Wil je hier fluiten, zo? Ja, dit is ook goed, hoor. We doen het mee. Ja. Nou, cheers. Ja, op de tv dan maar, hè? Ja. Nostalgie. De goede oude tijd. Ja. Hoe zag jij eruit vroeger? Nou, anders. Ja, vreselijk. Ik was een echte puber. Ja, zeper in. Geen gel, maar dat ging beter. En dan flink toekeren. Niet toevallig, misschien midden op de foto staan die twee. Ja, de beker staat ook weer beeldschoon op gewoon. Ja. Ja, toch? Vonden jullie ze naar aarde? Ja. Ja. Ja, zeker wel. Sympathiek. Ja. 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 Ze staat alleen niet in onze vriendenkring in die zin, maar... Nee, ik heb denk ik misschien heel, als ik terugdenk, niet heel veel tekst gewisseld over of zo. Dat nee, heb ik. Nee, dat ja, dat is heel gek. Een heleboel wel, kom ik ook wel eens thuis. Maar bij hun niet. Het gekke is, Aiga, dat Birke aan jou hele goede herinneringen heeft. Nou, dat is wel wederzijds. Dus dat is dan weer grappig inderdaad. Snap je hoe dat komt? Waar dat vandaan komt? Nou, in 85 is... Mijn broer overleden door een motorongeluk. Dus zou een motor kopen, hij was 18. Is tegen de zijkant van de trein. Hij ging een proefrit maken. Hij zat achterop. Is tegen de zijkant van de trein geknald. Bij zijdewind. Er waren toen nog geen slagbomen. Dus nou ja, dat was op slag dood eigenlijk. Dus dat, ja, dat was gewoon heel heftig. Want dan zit je echt gewoon midden in je puberteit. En als zoiets dan gebeurt, dan denk je gewoon dat de wereld vergaat. De klas weet moeilijk om te gaan met het verdriet van Aiga. Het is dan Birke die door de situatie met haar zieke moeder de juiste snaar weet te raken. En toen had ik hier op een werkweek, ik weet niet, ging ik wandelen in het bos of zo. En nou, kreeg ik best wel vlaag. Dus ik zat op een gegeven moment volgens mij ergens in mijn eentje tegen een boom aan te huilen, weet je wel. Ja, ik moest aan mijn broer denken en zo. En ik weet wel, dat kwam er zo'n groepje aan, maar zat Birke dan bij. En ik heb het toen misschien wel zo'n beetje verteld, huilend, of ik wilde eigenlijk niet. Maar Birke was toen heel begaan en dat is me ook altijd bijgebleven. En ik weet nog niet waarom dat was, maar zij snapte het op de een of andere manier. En dat vond ik zo bijzonder. Ik voelde me echt zo gesteund of zo. En dit schrijft ze dan in 86 en het is een paar jaar geleden dat we op werkweek waren. Je had eigenlijk een beetje hetzelfde als mij met je moeder, je weet wel. Je begreep me en dat troostte me op dat moment heel erg. En dat bracht iets bij me los. Raar, hè? Dat dit zo uit mijn hart komt. Ik wens je veel sterkte. Dus ja, we hadden iets zonder eigenlijk veel contact te hebben, hadden we toch iets. En zonder veel met elkaar te praten, met elkaar te schrijven, was er een soort band. Wat schattig dat ze al bewaard heeft ook zo. Deze uit van ja. Dat vind ik heel zoet. Nee, erg leuk. In het laatste jaar van de vrije school gaat de hele klas op kunstreis naar Italië, naar Florence. Een blonde Birke zet macho Italië op zijn kop.
En daar stond echt letterlijk de wereld stil als zij voorbij kwam. En natuurlijk hebben Italianen dat sowieso, als je vrouw bent. En dan vinden ze dat al helemaal prachtig. Maar als Beerkelens, dan werd echt de hele straat draaide om. En van, wauw, wat is dit? Oh, er gebeurde echt zoveel dan. Ik weet niet, had Francisca en Birke, hadden die daar niet een... Nee, want wij zijn Italiaans affaire. We gingen daar verder niet uit of zo, volgens mij. We gingen één dag wandelen, dat leek ons nou leuk. Naast al die kunst die ze hadden gezien. En het was toevallig een mooie dag, want we hadden heel veel regen gehad. En toen is Birke, die is hem gesmeerd. Die had er helemaal geen zin in de wandeling. Dus die is op een gegeven moment uit die bus gestapt en wij gingen allemaal wandelen. En zij is op eigen gelegenheid weer teruggelift naar de camping. Wat voor de Nederlandse jongens geldt, geldt zeker ook voor de Italiaanse jongens. Hun hoofden slaan op hol bij het zien van haar verschijning. Maar het blijft bij kijken totdat Cristiano aan de rand van het zwembad verschijnt. My darling Birke, how are you? I hope you are well. I will hold you to me and I would remain near you forever. Ciao Cristiano. Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia. Cristiano woont nog steeds in Florence. Hij werkt in dienst van een groot vakantie-imperium en heeft in die hoedanigheid de hele wereld gezien. Maar zijn herinnering aan Birke is nog vers. Hij heeft na hun eerste ontmoeting enkele jaren een schrijf- en vakantieliefde met Birke. Oké, eccomi qua. Ho trovato un po' di foto di. Ho trovato un po' di foto di Birke. Ancora dell'estate quando ci siamo conosciuti. Ma tanto tanto. Onder het waakzaam oog van zijn huidige vrouw blikt Cristiano terug. E io ero molto timido e quindi la guardavo solo, la fissavo. Perché bionda, con gli occhi azzurri, capelli lunghi, topless, molto bella, un fisico perfetto. Quindi io solo la guardavo, la fissa. E dopo è venuta lei a parlare con me. Cristiano heeft veel foto's bewaard, maar wij laten ook zien wat er van Birke geworden is. E di qui si vede proprio la vera espressione di Birke. Un'espressione dolce, ha sempre avuto l'espressione dolce. Ah, però. È lei? Sì? Sì. Le curve sono sue. Bella, bella. Ma questa è la coppia per me? My darling Birke, how are you? I hope you are well. I will hold you to me and I will remain near you forever. I will always remember your eyes and your long, long hair. I would like to take your hand and run on the beach only with you. Italy will be wonderful if you will be here. And I'll be the luckiest man of the world. You are and you will be in my memories and in my mind forever. Ciao Cristiano, a big kiss to Birke. There are some mistakes, but this, I think it's my first letter in English. Did your mama teach you that? Franci, che facciamo? Amore mio, vieni qui, Gerardona. Che ci sta riprendendo, beh. Ciao, Birke. Terug in Nederland, waar Birke haar kijk op het buitenlandse liefdesavontuur geeft. Als ik ook mijn dagboeken lees, denk ik van jeetje. Hoe je een soort manager, hoe je dan op vakantie ook, dat we dan zoveel mannen ontmoeten. Maar hoe je dan toch er doorheen vaarde om dan weer eens een tijdje met die op te trekken en dan weer met die. Want ja, je krijgt het ook met jaloezie te maken. Als je een stel jongens ontmoet en je gaat leuke dingen doen met die jongens. En twee dagen later ontmoet je een andere groep met jongens en dan ga je met hun dingen doen. Ja. Dat vindt die ene groep niet leuk. En ja, toch gingen we daar zo, ja, toch goed doorheen. Ah.
Het einde van de schooltijd nadert. Het moment staat voor de deur dat de klas na 12 jaar uit elkaar zal vallen en ieder zijn eigen weg zal gaan. De vriendschap van Aiga en Odile blijft. Maar tussen Birke en Francisca gaat het anders. Ook al dachten ze toentertijd dat hun vriendschap tegen alles bestand zou zijn. En maakten ze samen de mooiste toekomstplannen. Darkness away, yeah. I'm so in love with you. Jullie zouden oorspronkelijk getuigen zijn op elkaars huwelijk. Dat is niet gebeurd. Ja, wel. Och, maar we hebben zulke grote. We hadden ook altijd een huis ergens in Bergen. Wat we dan tegen die tijd dan samen zouden gaan kopen. En dan zou ik in de ene helft en zij in de andere helft gaan wonen. Als we daar langs fietsten, zeiden we van. Jij gaat daar wonen en ik ga hier wonen. Hè, naast elkaar. En onze kinderen kunnen met elkaar spelen. En nou, dat was dus onze droom. En zo ook inderdaad, ja, wij moesten natuurlijk getuigen zijn als er getrouwd ging worden. Ja, maar dat is niet gebeurd uiteindelijk, nee. Eigenlijk waren Francisca en jij enorme hartsvriendinnen. Ja. Daar kwam niks tussen. Nee. En ineens was het afgelopen. Ja. Hoe kon dat? Ja, ik denk toch door de liefde. He, zij was zo verliefd. Eigenlijk op het moment dat ik in de, niet de laatste, was het wel de laatste klas? Nou, toen ik 17 was, mijn de man ontmoette waar ik dan ook later mee getrouwd ben. Inmiddels niet meer, maar die ontmoette ik toen. Ik kreeg, dat werd mijn vriendje en ik was vreselijk verliefd. En ik heb eigenlijk Birka laten vallen. Laten stikken eigenlijk, als ik dat zo heel cru mag zeggen. Ja. Ja, en ik heb dat gewoon, nou ja, zeggen we als liefde maakt blind. Ik heb dat niet in de gaten gehad. Maar ik wilde gewoon zo graag eigenlijk alleen maar bij de jongen zijn. Dat ik, ja. En dus achteraf is dat wel, heb ik daar ook wel spijt van. Vind ik ook wel jammer dat dat zo abrupt is geëindigd. Ja, het is jammer. Ja. Ja. Het is zeker heel abrupt en heel raar. Dat je echt iedere dag samen bent en dan opeens niet meer. Ja. I like to see you, but then again. Zou het iets bijzonders zijn om haar opnieuw te ontmoeten? Dat zou ik heel leuk vinden. Het is ook heel bijzonder hoor, vind ik. Vooral omdat zij natuurlijk door haar carrièreleven heel laat aan kinderen is begonnen. Mijn tweeling is natuurlijk nu al bijna 12. En het is wel heel grappig om je te realiseren dat met zoveel omwegen we nu opeens weer in dezelfde situatie zitten. Met zwangerschappen. Waarom is dit bos zo speciaal voor jullie geweest destijds? Nou, hier hebben we heel veel dingen meegemaakt. En ja, schatten verstoppen, hutten bouwen, crossfietsen. Onze eigen karretjes maken van een onderstel van een kinderwagen. Ja, ja. En ook belangrijke dingen besproken tussen jullie twee? Wat er voorviel in jullie levens toen? Oh, vast wel. Ja? Maar vast wel. En ons eerste sigaretje in het bos. En ook de laatste van mij. Ja, vaak met jongens hier. Oh ja? Spelen. Oké. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath. Dan is het tijd om de vriendinnen van Welleer weer bij elkaar te brengen. Hoe lang is het nou precies geleden dat jullie hier voor het laatst met z'n tweeën in het bos geweest zijn? Nou, zo heel lang geleden. Ik denk rond onze eerste sigaretje. Dus dat is zo'n 20 jaar geleden. I
wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. This old mouth down. Oh, look at that. Yeah. Jeetje. Oh, jou zo laag zeg. Jij... Zo, ja, maar jij bent al bijna, hè, toch? Ja, zeker nog, ja. Zo. Leuk om je te zien. Nou, hè. Lang geleden, hè. Ja. Vooral hier, zeg. Ja. Daar waren we altijd, hè. Ja. Op een plekje. Fietscrossen. Ja. Kapel. Roken, weet je nog. Ja. We waren ziek, hè. Jij was ziek. Ja, ik was ziek, ja. Ja, maar dat kwam vooral van dat we hadden toch zo'n... Odol. Ja, dat odol, dat dingetje voor de geur, weet je nog. Dat ze het niet zouden ontdekken thuis. Ja. Nou, ik was er ziek van, ja. Ja. En toen had je dropjes gegeten. Ja, ja. Oh, nee. Dat, en toen zeiden we, dat doen we nooit meer. Doen we nooit meer, ja. Ja. Goh. Twee oude levens, relatief oude herinneringen. En twee inderdaad jongen die eraan komen. Die elkaar ontmoeten nu, ook al weten ze het zelf niet. Nee, nee, dat is ook nog zo. Jullie zijn bij elkaar in de buurt uitgerekend? Nee. Twee maanden later, hè? Ja, ik ben later. Twee maanden later? Nee, dat scheelt toch niet veel? Nee, ja, nee. Half augustus. Half augustus en jij... Half juni. Ja. Hoe is het nou destijds zo misgelopen tussen jullie? Ja, ik werd verliefd en ik was blind. Dus ik liet alles en iedereen, inclusief Dirk... Vallen. Plotseling, radicaal. Plotseling. Ja, heb je de spijt van dat het toen zo gegaan is? Dat jij dat toen zo gedaan? Ja. Ik heb het ook nog gelezen in mijn dagboek. Want we zouden toen ook misschien nog samen op vakantie gaan. Maar Italië was nog even sprake van. Oh ja, ja. En dat ging toen niet door. Dus heb ik wel in mijn boek geschreven van... Oh, toen hadden we een klein beetje ruzie, stond erin. En dat ik erg teleurgesteld was. Ja, nee. Goed dat jij dat erbij gehouden. Met Francisca ga ik nooit meer uit. Het is in 2,5 maand tijd helemaal over met onze vriendschap. Maar ja, dat andere stuk dat ik schrijf over... Vreselijk, hè? Eigenlijk. Eerst zei Francis dat wij dan wel samen konden gaan 2 weken. Want ze wilde niet dat ik meeging als ze met haar ouders en Peter wegging op reis. Eindelijk wilde ze ook niet met mij weg, want ze wilde samen met Peter inpakken en zo. Nu hebben we een beetje ruzie. Ik ben heel erg teleurgesteld in haar. Ook dat ik haar bijna nooit meer zie. Ja. Als jullie hier nou staan, komt dan een klein beetje het gevoel van vroeger terug? Ja, toch wel. Ja. Ja. Nee. Ja, het is... Het is zo'n groot 10 jaar van je leven. Ja. En vooral, we kwamen hier gewoon heel veel. Dus dat is dan ook iets wat nu een hele... ook een beetje een weemoedig gevoel of zo geeft, weet je wel. Ja. Jeetje, ja. En toen was het zo normaal. Ja. So you fly by. Flash of turquoise blue. Voor Birka wordt Bergen te klein. Ze focust zich op haar universitaire studie en ze slaapt aan het reizen. Wat dachten jullie dat er van Birka zou worden? Ja, ik dacht wel iets van fotomodel hoor. Ja. Ja, voor de rest heb ik me niet heel erg mee bezig gehouden, maar ik had wel zoiets van, dat kan haast niet anders. Ik maak hem nou niet zorgen, dat is niet het goede woord, maar ik zou ook wel dat er een handicap kon zijn in het mooi zijn zoals zij was. Weet je, omdat ze zo klein was en zo'n lieve stem en dan zo engelachtig uiterlijk, denk van ja, dat zou het best moeilijk zijn om gewoon serieus genomen te worden en om een baan te krijgen waar ze serieus nemen om wat je doet en niet om hoe je eruit ziet. Ja, dat je dan altijd een soort, dat het bijna eng is voor een baas om jou aan te nemen, omdat dan volgens het bedrijf aan slag gaat. Zo, toch. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Ze zijn natuurlijk wel gewoon, en ze had toch ook een beetje zo'n kinderstemmetje. Ja. Heel lang. Ja. Ik weet niet hoe het nu is, maar waarom... Ja, heel lief. Ja. Dat was echt zo'n. We stonden eigenlijk wel stil, dat was zo zoet. Ja. Dus als ze dat doen...
Beerke komt inderdaad niet op een kantoor te werken en kiest voor een carrière als fotomodel en glamour girl om uiteindelijk door te kunnen breken als actrice. Hoe meer je zeg maar, subtiel wisselt in die houding, maar het is heel mooi dat het gezicht juist die kant op valt. Een soort S-vorm, een mooie, mooie lijn. Dus ik dacht van hoe kan ik nou meer aandacht op me vestigen, hè, om toch zo'n rol te krijgen. En nou, toen dacht ik aan de Playboy. Ik voel me er heel goed bij. Ja, ik vond het heel gewaagd. En ik vond het ook eigenlijk niet bij de passen. Ja, ze heeft in de Playboy gestaan. Nou, dat heb ik weer niet gezien. Ze heeft in de Playboy gestaan. Heb je die nog? Nee, die heb ik zelf niet. Oh. Die heb ik zelf niet, maar misschien dat die nog wel ergens ligt.